Goede vrienden, we zijn vandaag zaterdag 12 december. Elke dag in deze verwarde tijden telt voor de communicatie. Gisteren vrijdag heb ik een tweede kerstbrief geschreven. Nadat de regering halfwege deze week nieuwe maatregelen, iets ruimere maatregelen, heeft afgekondigd voor de kerkelijke vieringen in de kersttijd. Deze tweede kerstbrief die kunt u vinden op Kerknet en wat ik nu zeg stemt grotendeels overeen met wat in die tweede brief staat. Wie van u geabonneerd is op Kerk en Leven zal komende week de eerste brief krijgen. Zo verloopt het. Wat wil ik u vanavond zeggen? Binnen twee weken is het kerstmis en kerstmis is een feest dat we ook feestelijk zullen vieren. Anders dan anders, maar wel met vreugde. Onze vreugde kan niet enkel afhangen van het aantal waarmee we samen kunnen zijn. Ook niet enkel van wie met ons aan tafel mag zitten. Zeker, dat is belangrijk. En niet mogen je kinderen, je kleinkinderen uitnodigen. Niet mogen je vrienden bezoeken. Dat is inderdaad pijnlijk. Maar kerstmis gaat nog over een iets andere vreugde, namelijk de vreugde dat Jezus geboren is, dat Hij is gekomen naar ons toe, onze broer, onze vriend, en Hem kan niemand van ons afpakken. Zelfs het coronavirus kan Hem niet van ons afpakken. Dat Hij er is, dat Hij met ons blijft, Gods mens geworden woord, onze Heer, onze vriend, Jezus. Dat vieren wij op kerstmis en dat valt niet weg. Integendeel, juist nu mogen wij vieren dat Jezus de Heer bij ons is. Twee dagen geleden heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd, een lichte versoepeling van het aantal personen dat in een kerkgebouw mag aanwezig zijn. Namelijk maximum 15 personen met minstens tien vierkante meter berekend per persoon. Mensen mogen alleen naar de kerk gaan of een bubbel, een gezinsbubbel, mag ook samen gaan. Maar niet meer dan vijftien personen samen. Dit laat inderdaad toe dat in een kerk kerkdiensten doorgaan, het zij een woorddienst, het zij een eucharistieviering, voor dat kleine maximale aantal van... 15 personen vanaf morgen zondag voor de verdere komende weken de kersttijd door. Is het mogelijk om opnieuw een woorddienst of een eucharistie te vieren? Ja. Bevelen wij dat aan? We zijn voorzichtig. Waarom zijn we voorzichtig om twee redenen. Die 15 personen die mogen niet enkel de eersten zijn die aan de deur staan. Die moeten een kleine miniatuur vormen van heel de parochie. Een aantal mensen uit diverse groepen die gemeenschap vormen. Een kleine gemeenschap. En een tweede punt is: we mogen mensen zeker in de kersttijd niet buiten aan de kerkdeur laten staan. Ik denk dat dit het pijnlijkste is wat iemand nu kan overkomen. Dat men aan de kerkdeur zegt, sorry, je mag niet binnen. Dat moeten we echt vermijden. We vragen dus grote voorzichtigheid, omzichtigheid bij het organiseren van deze kleine vieringen voor maximum 15 personen. Het kan, maar we vragen uiterste behoedzaamheid. Waarvoor wil ik dan wel nog eens pleiten zoals in de eerste kerstbrief? Kerstfeest is van alle kerkelijke hoogdagen het meest familiale feest. Vele mensen die anders niet op zondag naar de kerk gaan, komen toch naar anders, een middernachtmis of een hoogmis op kerstmis. Wij zijn een volkskerk in de goede, de mooie betekenis van het woord. Ik zal er daarom ook voor pleiten dat parochiekerken aan gelovigen, aan bezoekers de kans bieden, om het kerkgebouw te bezoeken, toch zeker in de kerstdagen. Ik denk nu met name aan 24, 25 en 26 december. Het zou mooi zijn indien onze parochiekerken dan gedurende een paar uur, bijvoorbeeld drie uur of vier uur, open stonden voor wie ook maar wil binnenkomen, maximum 15 personen. En niet zomaar de deur openzetten maar ook wat kerstsfeer scheppen. Maken dat de lichten branden, dat de kersttaal versierd is, dat er wat kerstgezangen op de achtergrond weer klinken, dat mensen eventjes kunnen verweilen of een kaarsje ontsteken bij de kersttaal, dat er een gebedstekst ligt die ze kunnen meenemen. Belangrijk ook dat er een mand staat waarin men een gift kan doen voor kansarme of marginale mensen, een gift die evengoed een som in een enveloppe kan zijn als gewoon een gift in natura. Een stuk peperkoek kan ook een mooie cadeau zijn voor wie vandaag alleen zit. Er kan ook iemand van de parochie aanwezig zijn gewoon om mensen goeiedag te zeggen of om te zegenen een kind te zegenen of een kind dat zijn kerstkribben mee heeft, het kindje Jezus, om het te zegenen. Er zijn mooie kleine gebaren op een veilige afstand mogelijk. Daar wil ik echt voor pleiten. Maak de kerk tot een gastvrij huis. Bepaalde dagen, bepaalde uren, voor wie ook maar even halt wil houden in de buurt van de kersttaal. Iemand zei, en ik vond dat een mooi woord, dit jaar is het een soort geboortebezoek bij Jezus, bij Maria, bij Jozef, in de kerk, zoals de herders het deden en de drie koningen. Ze kwamen, ze keken, ze deden hun gebed en ze gingen weer naar huis. Wenst u nadere informatie over wat kan of niet kan, wat wenselijk is of niet wenselijk? dan kan u altijd contact opnemen met de verantwoordelijken van uw dekenaat of van uw vicariaat, of uh, met de verantwoordelijken van het Bishopshuis, of met de site van het Bisdom Antwerpen, bisdomantwerpen.be. Uh, en tenslotte nog een laatste woord. Mensen zullen het in deze kersttijd moeilijk hebben. Zeker diegenen die alleen wonen, alleen staan... Diegenen die zich eenzaam voelen. Het is onze gemeenschappelijke verplichting om samen door deze crisis, samen door deze donkerste weken van het jaar te geraken. En met een klein gebaar kunnen we wonderen doen: een kaartje, een telefoontje, een e-mail, zomaar een klein presentje voor de deur gaan zetten. Het kan en het kan in deze donkere weken wonderen verrichten. Mekaar vasthouden, elkaar samen door deze crisis helpen. Dit is een bijdrage die onze kerkgemeenschap nu aan mensen, aan de samenleving kan leveren. Ik wens jullie allen een mooi kerstfeest. Anders dan anders, ongetwijfeld. Met een stuk gemis, ongetwijfeld. Maar nog altijd met diezelfde vre vreugde dat Jezus voor ons mens geworden is. En dat geen enkel virus hem van ons kan afpakken. Ik wens jullie een mooi en een vreugdevol kerstfeest.